Yo mensen, er is iets met mijn stem aan de hand, ik weet niet. Maar ja, het klinkt nu een beetje schor, zwaarachtig. Ja, maar ja, ik wil even de vlog opstarten. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ja, gisteren hadden jullie niet heel veel van mijn vlog gezien, want na het avondeten. En een uur later, of twee, ging het helemaal mis. Want de speaker van mijn telefoon was helemaal... Hoor je echt zo'n winderig geluidje, alsof ik hier aan het blazen ben. Kijk. Hoorde je echt de hele tijd constant. Ik was dus aan het bellen met Robin. Ik dacht van, yo, laten we praten. En opeens hoorde hij een random geluid of zo. Dus het is etenstijd. Maar ja, wat ga ik eten? Gisteren had ik namelijk, ik zal zeggen, de volgende vlog had ik maagpijn. Ik dacht door al dat fruit gegeten en zo. Want fruit zit heel veel van dat sap in het water. Dan krijg je niet zo'n zware voeding binnen. Ik dacht van daarom dat ik zo een beetje maagpijn had. Maar ja, als we nu buiten zijn, kijkt iedereen nu naar me. Dit is dus mijn ontbijt. Zoals jullie zien. Als dit mijn ontbijt is, ik ga zo snel mogelijk eten. Want over een half uurtje gaan we al weg. Maar ja, eentje met jam, eentje met ander soort jam, eentje met pasta en die andere leg ik op een van deze. Dus ja, ik ga heel even alvast beginnen met 4 pannenkoeken. Ik moet echt wel tempo maken om heel veel te eten. Ik heb dit bord opgegeten, ook ik moet ze zo snel mogelijk halen. Een klein portie fruit, zoals jullie zien. Ik ga ook fruit even. Ja, ik weet niet. Ik eet gewoon iedere ochtend fruit. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat het lekker is. Jongens, dadelijk gaan we ergens naartoe. Dus het wordt super chill. Doe een duimpje omhoog voor deze vlog. Even een tussenstopje nemen en dadelijk gaan we nog wel allemaal leuke dingen doen, jongens. Dus doen we even een duimpje omhoog. We gaan met dezelfde gids en sommige mensen gaan we ook met dezelfde mensen naar de plek waar we naartoe gaan. Dus gaat leuk worden. Ja, de korte pauze is bijna voorbij. We gaan dadelijk weer weg. Nog een tussenstopje bij zo'n uitzicht. Wauw jongens, geweldig. Er zit nog een beetje vocht in op de lens. Gisteren ook bij het zwembad al. Kapot. En je moet maar beneden. Wow. Oh, kijk. Ongelofelijk dit. En weten jullie wat een geweldig plek is? Dit helemaal is echt geweldig. Ja, even afronden. Nee. Ik ga een foto maken, ja. Ja, foto. Okay, kom maar in. Hey, kijk. Wie even niks doen? Ja, zo. Hey, jongens, kijk. Kijk, serieus. Kijk, een berg.
We zagen er net twee arends. We zagen dus ook twee arends daarboven op de berg. Gewoon zo vliegen met elkaar. Dat was echt gaaf. Die arends, helaas dat ik die niet had gefilmd, maar ze waren niet zo duidelijk. Het lijkt niet zo makkelijk te zien, want midden op het scherm zien jullie een zwart ding. Het lijken wel vogels daar. Ja jongens, jammer genoeg dat we tegenlicht hebben, maar zo ziet het eruit. Ja, het is wel mooi. Maar ja, in het echt ziet het er veel mooier uit. Het gaat een toffe vlog worden jongens, duimpje omhoog. Maar weten jullie hoe geweldig het is als je op een berg staat en naar de andere kant kijkt? Wauw, echt geweldig. Nou, in het echt leven is het nog veel geweldiger. En vanaf hier ziet de berg er zo uit. Kijk, je ziet gewoon ook deze berg. Wauw. Ziet er wel echt mooi uit. Als ik daar sta? Nee, serieus. Even kijken. Want als ik daar sta, dan is het echt geweldig. Nou, dit is nog veel geweldiger. Wat? Kijk jongens, het lijkt hier wel een grot. Een grot. Jongens, er vliegen arends rond. Maar jullie zien die niet. Oh mijn god, het is zo lastig. Op een blauwe lichtkoord heeft hij de stad Hey jongens, we hebben weer een pauze en zo ziet het uitzicht er inmiddels uit. Oh, kijk jongens, dit ziet er ook heel erg mooi uit. What? Sorry voor het slechte beeld. Sorry voor het slechte zicht. Ik krijg hopelijk wel meer zicht. Zoals jullie zien, doe een duimpje omhoog. Hoe vaak zeg ik dat wel per vlog? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, het zou leuk zijn als ik ga tellen. Half uurtje pauze. We kunnen hier allemaal rondkijken. Ik ga rondvloggen, dat allemaal. Dat ga ik doen, dus geniet van de beelden, zeg maar. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Wauw. Echt geweldig, duimpje. Kijk jongens, kijk hoe het eruit ziet hier. Wauw. Wow jongens, kijk dit allemaal. Wat cool zeg. Wow. Kijk jongens, daar ergens bij die bergen. Hier waren we dus met de bus langs gereden. Maar dit ziet er geweldig uit. Ja, het beeld hier is nog steeds wazig. Maar het beeld aan de andere kant is niet wazig. Maar ja, een beetje te veel vocht. Maar het beeld waar ik nu aan het filmen ben, heeft meer vocht. Maar jullie zien gewoon nog alles heel goed gewoon. Nou, dan moet ik het beter andere manier vloggen. Gewoon, hup. Zo, hallo mensen. Zo moet ik het juist vloggen, maar op het beeld bij jullie zie ik echt zoveel vocht. Want de vorige vlog ook bij het zwembad dat ik doe. En op het minder vochtige beeld ziet het er zo uit. Maar ja, op het vochtiger beeld is het scherm wel beter te zien. Maar ja, we willen graag een kloof in. Je moet wel je schouders beschermd zijn door je kleren en je knieën. Oh ja, mijn knieën zijn nog niet. Oh ja. En bij een kloof is het echt zo geweldig. Ik was maar in mijn leven denk ik maar één keer in een kloof geweest. Eén keer of zo. Geen idee, maar ik herinnerde maar nog een paar dingetjes. Ik weet niet, maar hier kan je wel uren naar staan. Yes. Oké, jongens, jullie twee zijn mijn vloghelpers. Als ik een vraag heb van deze plek, dan kan ik die aan jullie stellen. Dus ja, deze. Oké. Ze mogen niet in beeld komen, maar dat zijn mijn vloghelpers. Even eten voor energie. Drinken. Ik heb je verteld dat daarbij natuurlijk heel veel bloed is vergoten. Men zegt dat het bloed wat kritisch kwaliteit is gevloeid is richting anafolisie en daardoor het strand roze is gekleurd. Dit is natuurlijk puur en alleen maar een verhaal. De realiteit is net iets anders op het strand. Jongens, we zijn weer bij een andere plek aangekomen. Bij het roze strand. Ja, zo heet het, want het roze strand, toch jongens?
Ja, zo heet het inderdaad. Ja, het is een heel bekend strand in Griekenland. Ja, is het nou één van de bekendste stranden? Ja. Ja, hè? Ja, hè? Dus ja, ik geniet meer van die beelden, want ik had wel gehoord van de gids dat hij in het Nederlands zei, ja, er zijn ook wel eens roze schelpen te vinden op het strand. Omdat het strand ook wel roze is, zou het kunnen zijn dat er ook roze schelpen zijn. Het is hier wel best roze, zoals je kunt zien. Ja, allemaal roze, roze hier. Jongens, en de zee, kijk gewoon, kijk hoe helder, jongens. Wow, dan hebben we ook nog gewoon een rif, hè?
Wow, de berg, kijk, daar hebben we cliff tussen. Kijk, Oké, jongens, we zijn er. Bargas of zo, ja. Kijk. Ja, om 5 uur gaan we vertrekken en het is 4:30. We hebben 1,5 uur vrije tijd. Het is vandaag echt een leuke dag. De leukste vakantiedag ooit. Kijk gewoon die koralen beneden, man. De bus uit. We gaan de bus uit. Ja, zo. Huppakee. Kijk dit nou, joh. Hé, hey, het water. Jongens, ik zie volgens mij wat. Het lijkt op een zeester. Ja, ik zag wat. Jongens, volgens mij is dat nou echt een zeester? Want het lijkt wat? Heel erg. Ik moet even kijken. Maar jongens, sorry voor het wazige beeld. Ik moet weer de beeldcam aan de andere kant van de telefoon filmen. Ik ging met in de zee een telefoon, weten jullie nog? Ja, dat was echt een mooi stukje, echt. Het water was zo helder. Echt, ik ben blij met de waterbieden van de telefoon. Okay. Kijk jongens, ze hebben allemaal vissen. Vis. Lekker hè? Oh. Ik bedoel, die vissen zijn echt zo duur. €45 per kilo. What beer do you have on the raft? Do you have Harma? Right. No, we have Alpha. Alpha? Yeah. Maar no Harma? No. Nou, omdat het warm weer is, heb ik een lekker koud drankje. Kom op, open. Huppakee. Lekker. En daar gaan we dan. Thank you. Oh, what? Ja, dankjewel meneer. Wauw. Het ziet er goed uit. Zien jullie dit? Zien jullie? Oh. Oké, ik ga heel erg lekker eten. Omdat mijn buik rammelt, ik ga meer eten. Eten, eten en drinken. Eten en drinken. Eten, eten, drinken. Dank je. Dus we hebben voordat ik echt ga vreten eten, moet ik eerst gaan proeven. Dus zoals jullie zien hebben we inktvis. Dat was een keer lekker. Rijst erbij in plaats van patat. Dat is dan patat. Jongens, en als einde hebben we nog een toetje gekregen. Wauw, echt lekker. Hoe heet het toetje ook alweer, jongens? Ben ik even helemaal kwijt die naam. Ja, jammer jongens, ik weet het ook niet meer. Salmon of zo. Salmon. Die is raken hier. Oké. Hey. Zo jongens, klaar met eten. En we hebben nog 24 minuten ongeveer. En dan gaan we dus even lopen. Nou, ik heb zin om hier even rond te lopen en even meer te vloggen en het uitzicht en zo. Gaat niet meer? Oké. Nou, dan gaan jullie dat niet doen, maar dan ga ik dat doen. Dus dat gaat gebeuren. Toch jongens? Denk het. Wauw. Oh mijn god. Kijk dit. Kijk dit. Ik wil echt in de drift. Kijk, ik zie een vis hier. Kijk, vis. Hey, vis, waar ben je vis? Vis is hier.
Kijk, ik zie het al. Maar de kijkers zien het niet zo goed. Maar dit is het uitzicht! Hallo, uitzicht! Hoe gaat het hier, uitzicht? Vissen! Kijk, heel dichtbij. Kijk, allemaal vissen. Kijk, zien jullie dat? Oh my god. Kijk gewoon, dit zijn gewoon allemaal... Wat? We gaan! Tot aan de noordkust. Natuurlijk, het wordt meteen gecompenseerd. Als u dan uit het water stapt, dan wordt u meteen opgewarmd. Want het is hier iets warmer natuurlijk. We zijn bij de Minoa Palace. Het gaat echt lang duren als je weer.